Op 20 mei was het dan zover. 23 kinderen van de katholieke Petrus en Paulusschool hebben die zondag hun eerste communie gedaan. Een dag waar tante Luus bijna net zo hardgrondig naar had uitgekeken als de communicanten zelf. Wekenlang had ze confetti geknipt, die ze traditiegetrouw over de hoofden van de communicantjes uitstrooide bij het verlaten van de kerk.